de masten in volle glorie vanavond in Rotterdam. Dat gaat het probleem niet zijn. Hij is dus terug in de basis bij Feyenoord. Robin van Persie speelde zijn laatste wedstrijd op 1 november. Dat was de wedstrijd van Feyenoord in het bekertoernooi tegen ADO Den Haag. Die wedstrijd won Feyenoord met 5-1. Drie dagen later mocht Feyenoord aantreden tegen VVV. En toen vielen dus de lampen uit. Vanavond op herhaling, 90 minuten lang. De nummer 3 ontvangt de nummer 7. Bijlo onder de lat. St. Just kan vandaag gewoon spelen. Berghuis, van Persie, Larsson, dat is de voorhoede. En hetzelfde middenveld dus als tegen PSV met Toornstra, Klaasie en Vilena. En dan kunnen we kijken naar de opstelling van VVV. Geen Roel Jansen, geen Danny Post, hamstringblessure, geen Christian Koen, wel op de bank. Maar was grieperig afgelopen weekend, dat is Seuntjens vandaag, dus ook niet beschikbaar. Net als Joosten, die raakte gisteren geblesseerd op de training, ging door zijn enkel. Voorin Samuelsen, Mlapa en Grot. Op het middenveld dus Lindhorst, die zijn eerste wedstrijd speelt in dit seizoen. Maakte zijn debuut vorig seizoen tegen Ajax. Berghuis. Aardige bal voor Vilena, die wordt vastgehouden. Maar niet dusdanig dat scheidsrechter Hichler denkt, ik geef een penalty. Er was wel even sprake van contact. Ja, daar moet je wel ontzettend oppassen natuurlijk. Overtreding van de jonge Evert Lindhorst, 18 jaar dus. Hier gaat St. Just. Op avontuur heet dat. Larsson. Vilena. Zelf geschoten. Druk coachend in de openingsfase. Zo heeft Feyenoord voortdurend de bal. Is dat voor VVV dit seizoen niet nieuw? Want bij wedstrijden van VVV heeft de tegenstander meestal heel veel vaker de bal dan VVV zelf. Larsson. Ja, hij is nu los. Sam Larsson, wat een goede versnelling. Larsson. Schot gekraakt, maar Berghuis kan misschien nog controleren. Dat lukt inderdaad. Oenerstal zit ernaast. Toornstra, geen ruimte voor een schot. Wel hier bij Klaasie. De omsingeling is compleet. VVV komt er niet onderuit. Daar zit Jurgensen. Feyenoord is weg met Toornstra. Berghuis, er was ruimte om te schieten. Hij kiest voor St. Justen. Grot is hier de verdediger die blijkbaar niet duwt. Want een overtreding heeft Hichler niet gezien. Wel is Jeremiah St. Just ongelukkig op zijn schouder terechtgekomen. Vilena, weer belangrijk hier. Berghuis. Van hem verwacht je iets meer. Bijvoorbeeld dit. En dat scheelt niet zo heel veel, Steven Berghuis. Vilena. Klaasie. Vilena goed snel ingespeeld door Klaasie. Want daardoor was er even een paar meter ruimte voor Vilena om de bal aan te nemen en om te draaien. Klaasie ziet Vilena gaan. Dit is blijkbaar geen hens. Vilena! Wat een mooie goal zeg! Uit een vrijwel onmogelijke hoek schiet hij hem keihard achter Oenerstal. Zo opent Vilena de score. Begint het met die paas van Klaasie. Wordt er daar niet goed ingegrepen door Reuseler. Maar is deze uithaal natuurlijk wonderschoon van Tony Vilena. Door de benen bij Oenerstal. Dan kun je zeggen dat mag de keeper niet gebeuren. Maar het schot is oerend hard van Vilena en Feyenoord staat op voorsprong.
Berghuis. VVV moet oppassen dat het in deze fase van de wedstrijd niet de wedstrijd verliest. Berghuis. Overtreding Lindhorst. Dik 30 meter kan het nu ook voor Berghuis. Ook Toornstra achter de bal. Maar het wordt natuurlijk Steven Berghuis. Met een beste trap. Oenerstal grabbelt. Dat is niets voor hem. Maar hij komt ermee weg. Hoekschop Feyenoord. En Van Persie. 2-0. En dan kan het dus snel gaan. Want binnen 4 minuten gaat Feyenoord naar 1-0 en 2-0. Was Van Persie nog wat ongelukkig in zijn combinaties, in zijn acties. Maar deze uithaal is ragfijn. Van Persie. Hard werken om hier aan de bal te blijven, maar het lukt hem. Sint-Just, Van Beek. Zo, dat is een goede actie, zeg, van Sven van Beek. De voorzet wordt er wel uitgehaald. Door Axel Borkman. Nou, deze zag Reuseler niet aankomen. Zo is het verschil ontzettend groot tussen Feyenoord en VVV in de eerste helft. Is het misschien wel een ideale avond voor Feyenoord om aan het doelsaldo te werken? Larsson. Gaat hij met meer zelfvertrouwen voetballen hier in de Kuip? Sam Larsson. Sint-Just, Berghuis. Toch maar goed meegegeven. Wat een fijne bal van Steven Berghuis. Sint-Just doet het zelf. Oenerstal heeft hem te pakken. Van Persie en Toornstra hoopten op een voorzet. Maar Sint-Just kiest voor het schot. Reuseler. Nu gaat Feyenoord druk zetten. Nu neemt Feyenoord over. Dankzij Klaasie. En dus Berghuis. Hij gunt de kans aan Van Persie. Van Persie gaat op zoek naar Berghuis. Het publiek denkt aan Hens. Maar Van Persie protesteert niet en Hichler fluit niet. Verdonk zet Samuelsen weg. Larsson bediend door Berghuis. Larsson. 3-0. Zondag was zijn eerste doelpunt, vandaag zijn tweede. Wat dat betreft is hij los. Van Brugge kijkt. Maar Van Brugge kan het schot niet blokken. En Oenerstal wordt gepasseerd in de korte hoek door Sam Larsson. Susic. Daar komt VVV. Grot. Sterk weer Van Beek op de bal. Nog eens Grot. Dit is Mlappa. En een aardig schot, zeg. Wat een goal. Van Tino Susic. Vierde van het seizoen voor de Bosniër. En een hele mooie. Grot, Mlappa en Susic. Geen enkele kans voor Bijlo. En het staat 3-1. Het verschil is nog maar 2. Samuelsen, Susic. Ja, goede steekpaas van Susic. Kans Grot. Grot ligt op de grond. Komt toch nog tot een schot. Maar die bal komt niet ver. Het was wel even schrikken voor Feyenoord. Misschien wel de meest interessante fase in de wedstrijd. Het verschil 2 tussen Feyenoord en VVV na de goal van Susic. Hé, daar is Slutski. Zaterdag 15 december, Vitesse VVV om 9:15. Het bord gaat omhoog voor Robin van Persie. Aanvoerdersband is voor Klaasie. Mooie 2-0 met zijn mindere rechter. Shirtje ruilen. Ik weet niet of hij dat gaat doen. Vente krijgt dik 20 minuten speeltijd.
St. Just. Berghuis, Verdonk, Vilena. Voetbal in de kleine ruimte. Het ligt Feyenoord wel hier. Verdonk krijgt de bal nog aardig voor. Daar was Vente. Daarachter nog een kans. Schot van Larsson. En goal. Via Oenerstal. En dat is zijn derde van dit seizoen. En de tweede vanavond. Als hij zo doorgaat, wordt hij alsnog een publiekslieveling. Sam Larsson. Wie had dat kunnen denken? Het moet soms ook een beetje meezitten, want het zit hier mee. Via Oenerstal gaat de bal binnen. Ziet de bal laat. De keeper van VVV. Derde en laatste wissel dus bij VVV. Als het weer stevig begint te regenen. Mlappa eraf. En voor de slotfase Sam Stijn. En ook Feyenoord wisselt. Sinisterra komt, de Colombiaan waarvan nog steeds niemand weet hier in Rotterdam hoe goed hij nou eigenlijk is. En Berghuis eraf. Oh, mooi gedaan. Vente. Larsson. Nou, Sinisterra, laat het maar zien. Sinisterra. En een mooie redding van Oenerstal. Dat zou een aardige invalbeurt zijn geweest. Daar gaat Sinisterra weer. Zag wel het moment, ik moet gaan. Sinisterra. Inmiddels wel aardig uit koers. Maar het publiek hier in Rotterdam gelooft in hem. Dat voel je. Feyenoord wil er nog wel een doelpunt bij maken. Dat stralen ze in ieder geval uit. Om zo in ieder geval in de competitie de grootste overwinning te boeken. Sinisterra komt niet bij de bal. Toornstra, bijna Vente. Maar een echt mooi slotakkoord komt er niet. Weer een dikke nederlaag voor VVV, net als afgelopen weekend in Almelo. Weer verliest het met 4-1. Feyenoord deed het prima. Ruststand 2-0, eindstand 4-1. En boekte dus de 10e overwinning van het seizoen. Het verschil met Ajax nu 5 punten, met PSV de koploper 7 punten.